Gelukkig, gelukkig, gelukkig was hij nog niet weg. Ik heb de hik. Ik hoop dat het nu even stopt. Hallo, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag natuurlijk weer maandag. En vandaag ga ik naar Utrecht met vrienden. Want we gaan het hoofddoel van deze leuke afspraak is dat we bij Five Guys gaan eten. Want ik ga dus met wat mensen met wie ik naar Londen was. En we gaan bij Five Guys eten. Want dat deden we in Londen dus ook. En dat vonden we zo heerlijk. Dus nu gaan we nu vandaag ook naar Five Guys. Helemaal chill. Ik ben trouwens, merk ik nu, helemaal in Five Guys thema. Ik ga helemaal matchen daarbinnen, denk ik. Maar goed. Ik ga dus lekker naar Utrecht vandaag. We gaan dus naar Five Guys en we gaan waarschijnlijk ook nog even de winkels in. Dus we gaan even kijken of ik me vandaag weer in kan houden. Waarschijnlijk niet. Dus, hè. Maar goed. Dat ga ik doen vandaag. Ga je naar... Ben je aan het vloggen? Ja! Waarom worden jullie altijd stil als ik ga vloggen? Nou, gewoon verder. Dat is een heel mooi zin. Heel lekker. Zo, ik ben weer lekker thuis. Ik heb vandaag weer zeer weinig gevlogd. Ik heb een super chille dag gehad. Gewoon met wat vrienden dus gechilled. Die hebben jullie even gezien op de vlog. Ik heb ook nog wat geshopt. Het gaat echt niet goed. Echt, ik zweer jou. Elke keer als ik in de stad ben met al die sale, ga ik elke keer weer dingen kopen. En ik denk de hele tijd van, maar dat is niks. Maar ja, alles bij elkaar is gewoon echt veel geld. Ik heb echt super veel geld uitgegeven de afgelopen tijd. Maar ja, ik zal even laten zien wat ik voor mij heb gekocht. Het eerste bij de Bershka voor 8 euro. Dit leuke, simpele lila truitje. Best wel kort. Lekker dun stofje, dus het kan ook makkelijk nu als het niet zo warm is. Dan bij de Zara heb ik voor 10 euro dit superleuke streepje shirtje gekocht. Alsof ik niet genoeg streepjes had. Maar ik moet zeggen dat ik vooral lange mouwen streepjes heb, zoals deze. En niet echt kort. Dus ik vond het een goed excuus om deze te kopen. Als laatste was ik nog naar de Stradivarius geweest. En daar heb ik iets gekocht waar ik mega blij mee ben. Bij de Stradivarius heb ik eindelijk mijn perfecte regenjas gevonden. Ik had deze al gezien, want ik ben natuurlijk al best wel lang op regenjas jacht. Ik wist niet of jullie dat weten, maar ik zoek al best wel lang een leuke regenjas. Omdat ik dat gewoon één heel chill vind als het niet zo lekker weer is. Om dan gewoon aan te trekken. En twee, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind staan ook. Ik vind het gewoon echt een beetje fashion tegenwoordig. Dat is namelijk deze. Van de Stradivarius. Het is een zwarte, slash donkerblauw. Het is niet echt helemaal zwart. En er staat op de achterkant ook nog een tekst. Er staat... It's never too late to start again. Ja, ik ben gewoon heel blij met deze. Want ja, je kan het nu niet zien. Ja, ik heb ook mijn broek open. Voor jullie afvragen waarom. Nou, gewoon chill. Maar het is gewoon echt een heel leuk model. Hij is van de achterkant ook langer. Dus hier ben ik heel blij mee. Eindelijk een leuke regenjas gevonden. En hij was afgeprijsd van 50 euro naar 20 euro. Dus toen was ik super blij. En nu heb ik er eindelijk eentje gekocht. En ik ben er super blij mee. Dus dat is heel erg fijn. Jullie gaan het echt niet geloven. Maar ik heb vanochtend gesport. Ik ben dus echt in tijden weer naar de sportschool gegaan. En ik moet zeggen dat ik het nog best wel relaxed vond. Vooral gewoon dat ik dan even gewoon op de loopband sta. En vaak doe ik dan wel traplopen. En dat is gewoon echt, dan voel ik me wel daarna echt dat ik denk van, oh, ik heb wat gedaan, weet je wel. Ik wil eigenlijk gaan proberen om 1 of 2 keer in de week naar de sportschool te gaan. En dan gewoon, kijk, ik ga echt absoluut niet echt trainen. Maar gewoon dat ik in ieder geval iets doe, weet je wel. Oké, ik heb vanochtend een morning routine opgenomen. Maar ik heb hier even een kleine preview van mijn morning routine. Maar hoor even mijn stem. Dit was vanochtend. Ik heb zo'n ziek lage stem opeens. Nou, good morning. Het eerste wat ik natuurlijk altijd doe als ik mijn bed uit ga, is wat eten. Ligt het aan mij? Het is toch gewoon net alsof er een soort van effectje overheen zit? Ik vind het echt eng. Het klinkt echt niet als mezelf. Ik ga lekker naar bedje toe. Ik ga denk ik even lekker een filmpje kijken of een serie. I don't know. Gewoon lekker chillen, want volgens mij gaan we morgen vroeg weer weg. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga vandaag weer even lekker naar het strand. Daar heb ik heel erg veel zin in. En ik hoop dat het een beetje mooi weer is, ook op het strand. Want gisteren was het echt kut weer. Het is nu alweer mooi. Maar ja, op het strand is het altijd anders, dus ik ben benieuwd. Matthijs, Lex, Simon, Luca, Robin, Kars, Roy, Martijn en Bolt. Woehoe! Woehoe!
Jij bent een hele slimme jongen. Jij gaat dan ook zeker je doelen bereiken. Heel veel succes voor je. 1, 2, 3. Nou, zoals je zag was vandaag de diploma-uitreiking van mijn broertje. En daar zijn we dus geweest. Op het strand was het trouwens vandaag een beetje mooi. Het stond heel veel wind, dus het was best wel koud. En ja, het was niet heel chill. Maar goed, uiteindelijk toch nog wel best wel lang gebleven. En ook geluncht daar, dus dat was wel leuk. Ja, ik heb dus een leuk pakketje gekregen. En die wilde ik even aan jullie laten zien. Ik wist helemaal niet dat ik deze zou krijgen. Meestal krijg ik wel een mailtje van, hey, vind je het leuk als ik dit opstuur? Maar deze heb ik gewoon spontaan gekregen. Dus ja, ik wil het even laten zien, want het ziet er heel erg leuk uit. Oké, dit is dus wat ik kreeg. En op dit tasje staat Love, Beauty and Planet. En dat is ook het merk. Ik ken het merk niet. Maar het ziet er echt heel, heel fijn uit. Het is dus een vegan merk ook. En daar ben ik echt hartstikke voor. Dus dat vind ik natuurlijk echt super chill. Ja, heel erg leuk. Maar ik zal het even laten zien wat ik heb gekregen. Er zit ook nog deze leuke plant in. Dus ik weet niet of het nou een echt is. Volgens mij wel. Maar goed, dat vind ik ook leuk. Because I love plants. En ik zal even eruit halen wat erin zit. Kan ik het wat beter laten zien. Oké, dit is alles wat erin zat. Een shampoo. Een gentle cleansing conditioner. Nog een conditioner. Een body lotion en een shower gel. Dus echt super chill. Ik ben super benieuwd naar dit. Vooral omdat het natuurlijk dus inderdaad helemaal vegan is. En ik ben echt benieuwd of dat dan beter werkt voor je haar ook en zo. Ja, ik weet niet. Ik ben echt super excited. Aangezien we nu toch een beetje in de pakketjes moeten zijn. Ik heb nog een pakketje die ik aan jullie wil laten zien. Die heb ik vorige week binnengekregen, maar die heb ik helemaal nog niet laten zien. Dat is weer mijn maandelijkse Shein pakketje. Maar ik heb nu echt twee hele toffe items gekregen die ik echt even met jullie wil delen. Ik ben dit keer voor de wat meer de wat nettere items gegaan. Dus echt dingen die ik kan dragen als ik iets belangrijks heb. Gewoon waar ik er gewoon een beetje chic, netjes uit moet zien. Meestal kies ik daar alleen maar een beetje de casual items. Wat ik heel leuk vind, maar ik merkte laatst dat ik een beetje uit mijn chique items ben. Dus ik dacht, nou, dat is wel een goed idee. Als eerste heb ik een flared broekje besteld. Het is gewoon helemaal zwart en flared aan de onderkant. Maar er zitten dus aan de voorkant zakjes. En ik zei aan het begin van, hè? Dit moet toch op je kont? Het zijn toch kontzakjes? Maar het hoort dus aan de voorkant. Maar goed, ik moet hem dus alleen even laten inkorten, want hij is echt te lang. Met hakken kan het op zich wel, maar ik draag niet altijd hakken. Ik draag liever laarsjes hieronder. Dus dan vind ik het wel chill als hij gewoon een beetje normaal zit. En dan nog iets waar ik echt super verliefd op ben. Ik ben zo blij dat ik deze heb uitgekozen. Want deze ga ik sowieso echt vaak dragen. Dat is deze top. Of nou, het is een body trouwens. Moet ik wel zeggen. Het is een body. En nou, kom op. Oh, I can't. En de mouwtjes zijn dus flared. Oh, die glitters. Nou, shoot me now. Ik hou hier helemaal van. De glitters zijn dus allemaal sterretjes en stipjes. En, oh, en maantjes ook. Ja, en maantjes. Nou, je kan me gewoon niet verliefder krijgen. Dit is gewoon echt waar ik van hou. En kijk even die sparkle. I freaking love it. Ik zet de linkjes in de beschrijving, dus zeker even checken. Oh, ik ben zo verliefd op die body. Echt. Love it, ook die mouwen. Oh, sorry, ik moet stoppen, maar ik ben echt verliefd. Dus ik heb net even lekker gedoucht. Want ik ben vanochtend weer naar de sportschool geweest. And I'm very proud of myself. Ik vind het eigenlijk best wel chill. Omdat, ja, ik weet niet, ik kan gewoon lekker mijn eigen ding doen daar. En nobody cares. En ja, I don't know, ik vind het wel prima zo eigenlijk. Om even een uurtje dan te gaan. Ik doe gewoon wat cardio, buikspieren, stretchen en dan ga ik weer weg. Maar ja, het is toch wel even chill als je dan twee keer in de week even een uurtje gaat. Dan doe je toch wat. En ja, verder beweeg ik ook nog wel. Dus dat komt wel goed. Ik heb vandaag best wel weinig uitgevoerd. Ik heb wat mailtjes geantwoord en verder gewoon gechilled. Maar nu dacht ik van, ik verveel me. Dus wat ga ik doen? Ik ga Sims spelen. I know, ik ben echt een sukkel wat dat betreft. Maar vind ik gewoon leuk. Oké, ik wilde eventjes een updateje van de dag geven. Want ik heb vandaag de hele dag niks gefilmd voor jullie. Maar dat komt omdat ik heb gefilmd voor een aparte video vandaag. En daardoor heb ik niks voor jullie gefilmd, zeg maar, voor de weekvlog. Maar goed, ik ga nu naar een feestje toe. In Amsterdam, gewoon buiten, vet chill, van een vriend van mij. En ik laat mijn camera thuis, omdat ik heel misschien uitga vanavond. En ik vind het dan gewoon echt niet chill als ik met mijn camera op zak moet lopen.
Want hè, er zou maar wat gebeuren. Je raakt hem kwijt of whatever. Daar heb ik gewoon niet zoveel zin in. Dus ik laat hem lekker thuis. En ja, ik ga morgen weer voor jullie vloggen. Oh, oh, oh. Dit moet ik even vertellen. Trouwens, het is belangrijk. Ik heb een kamer in Tilburg. Oh, super chill. Ik ga later wel even uitleggen wat er allemaal, wat er nu is gebeurd. Maar voor nu wil ik alleen even het goede nieuws delen dat ik een kamer heb. Ten eerste, ik ben niet naakt. Ik heb een bikini aan. Ik ben vannacht uit geweest. En jongens, echt, ik ken het toch allemaal niet handelen. Even serieus. Ik ben zo geen uitgaanstype. Ik kan er echt niks aan doen. Ik vind het op zich wel leuk. Echt. Alleen vannacht heb ik dus de hele nacht doorgehaald. Ik heb vanaf Amsterdam de eerste trein om 6:15 naar huis gepakt. Nou, en dat vind ik gewoon niet te doen. Ik was er zeg maar om 3:00 al klaar mee. En toen heb ik me gewoon echt, ik heb gewoon echt moeten overleven nog. I survived en ik heb echt maar 4:00 geslapen, maar ik voel me best prima. En ik hoef vandaag toch niks te doen, dus ik ga lekker chillen. Als de zon nog even komt, ga ik lekker in mijn tuin liggen. De zon was er net wel, maar nu zit er een wolk voor, dus... Ja, ik dacht misschien is het eventjes leuk als ik even vertel over hoe ik nou uiteindelijk nu een kamer heb. Oké, zo, ik ga even het verhaal vertellen. Oké, in eerste instantie was het dus het idee dat ik samen met Machtel en Soraya ging wonen. En dat de ouders van Soraya een huis gingen kopen. Nou, dat is eigenlijk altijd het idee geweest en daar waren we ook mee bezig en dat was er gewoon going on. Maar dat bleek dus toch wel moeilijk te zijn. Sowieso is de huizenmarkt op dit moment echt niet chill en er is gewoon heel veel vraag ook in Tilburg. Dat maakt het gewoon heel erg moeilijk. Huizen staan ook duurder te kopen dan dat ze eigenlijk waard zijn. En ja, het was dan trouwens het plan dat wij dan zeg maar... huur betalen aan haar ouders. Niet dat jullie denken van zomaar even een huis kopen. Want nee, dat is een hele investering. En dat heeft, ja, heeft allemaal weer positieve kanten. Als je gaat studeren en je gaat dan samen in een huis. En ik weet het ook allemaal niet precies. Maar goed, het ging dus niet lukken. Of in ieder geval niet op tijd. En ja, Soraya en ik hadden nu ook wel zoiets van... hè, we willen ook wel duidelijkheid. Ja, ik bedoel, school begint eigenlijk alweer bijna. En je wil gewoon wel een plekje hebben natuurlijk. Maar het ding was, Soraya had dus net haar huur opgezegd... in haar appartementje waar ze al woonde. Dus er was even stress, want wij hadden dus niks. En het was even van, ja, en nu... En nou ja, toen heeft Soraya dus uiteindelijk nog gebeld naar haar appartementje waar ze dus dit jaar al heeft gewoond. En gelukkig was hij nog niet weg. Kan Soraya erin blijven en ik kom dan nu bij haar wonen in dat appartementje. En daar zijn we super blij mee. Het is een heel fijn appartementje. Het is ongeveer 8 minuutjes fietsen naar school, dus dat valt hartstikke mee. Ja, ik ben er heel blij mee. Het is gewoon een heel klein knus appartementje met gewoon 2 slaapkamers, een woonkamertje, een keuken, een badkamertje. Het is allemaal helemaal niet groot, maar het is zo chill voor met z'n tweeën en het is, meer heb je gewoon niet nodig. Nu kan ik eindelijk binnenkort lekker mijn kamer gaan inrichten daar en gaan verhuizen. Ik weet nog niet wanneer dat gaat gebeuren, maar ik ga natuurlijk daar video's over maken. Ik ben nu vooral heel veel inspiratie aan het opdoen van wat ik wil en zo. Ja, dat is gewoon heel leuk. Ik kan niet wachten. Ik heb zoveel zin om het in te richten. Niet normaal. Echt heel veel zin in. Hallo, ik ga vandaag naar de IKEA en vanavond barbecuen bij een vriendin van mij. Ik ga jullie vandaag meenemen. Ik weet alleen... ik zit nog een beetje te twijfelen of ik nu IKEA ga filmen voor jullie. Of dat ik het voor een verhuisvlog ga bewaren. Dat ik dat in mijn verhuisvlog stop. Maar ik weet dat jullie het wel leuk vinden om het nu te zien. Dus desnoods doe ik dan nog wat beelden van vandaag in die verhuisvlog. Dus komt goed. We gaan gewoon lekker naar de IKEA. Deze is volgens mij ook echt heel chill. Nou, dit zit wel lekker hoor. Kan je helemaal zo onderuit gezakt in liggen. Love it. Oh, je zit nu wel in de pakje. Oh. Wat leuk! Oh, daar kan de kat in. Oh, love it. Nou, ik ben geslaagd hoor. Joepie, jij. Hallo. Was echt gezellig, hè, man? In IKEA. Enig.